Super tof dat jullie weer kijken naar deze nieuwe video. Druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. Het zou heel erg nice zijn. We gaan voor die 3000. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En je kunt natuurlijk, als je dat zou willen, onze supporter creditcode te veel gevraagd in de itemshop gebruiken. Het zal heel erg gewaardeerd worden. Hey, over de itemshop gesproken. Dit is de itemshop van vandaag. En het is weer echt zo'n dikke itemshop, hè. Dit is niet normaal. Ongeveer een klein beetje dezelfde itemshop als gisteren. Maar die was ook echt super dik. Natuurlijk met de Heartbreaker, de Schoolie, ja, die heb ik gewoon ook allebei gekocht, want ik vond ze gewoon veel te vet. De Chocolama, de Schoolie Splitter, en je ziet het nu niet op beeld, maar je kunt nog steeds gratis aan iemand de Heartspan geven. Dat is een glider, en die kun je alleen aan iemand giften, en zo kun je hem ook ontvangen als iemand hem aan jou geeft. In de daily, natuurlijk de Cuddle Teamleader is natuurlijk heel erg leuk, samen met de Cuddle Paul, en die is nieuwe pickaxe. Dat is wel heel gaaf. De Bullseye eindelijk weer een keertje in de daily. Al wel eindelijk een keertje. Hij was er al wel een keertje ingekomen. Hele gave skin in dit geval. De Nightlight ook. De I Don't Know ook. De Bear Force One ook. Dit is één dikke vette itemshop. En je kunt natuurlijk, als je dat zou willen, onze supporter creator code gebruiken. De code is te veel gevraagd. Wanneer je dat doet, ontvang je ook een gratis wrap. Dus doe dat snel. Dan krijg je nog die gratis wrap. En ja, dat is natuurlijk super nice. En ja, als je onze code gebruikt, je stuurt een fotootje naar onze Twitter of Instagram. Maak je ook nog eens kans om hele gave prijzen te winnen uit de TVG PES. Dit is de TVG PES en hij is nog een paar dagen gaande, de TVG PES. Ongeveer nog een weekje, zeg maar. En we hebben nog super toffe items die eraan gaat komen. Maar goed, vandaag geven wij de Xbox One controller weg. En zoals je kan zien, morgen geven wij de Freeze Bundle weg. Overmorgen geven wij de Love Range weg. En daarna komen er nog meer items aan. Echt de meest dikke items zelfs. Maar goed jongens, eerst eventjes de controller weggeven. Wie heeft die gewonnen? Luke-010- op Instagram. Gefeliciteerd Luke. Jij hebt de controller gewonnen. Want je hebt gewoon de hele vette Schoolie skin gehaald. Met de supporter creator code te veel gevraagd. Hey, dikke vette shout-out naar jou. Spread the love met de supporter creator code, zegt hij ook. Super nice. Goed jongens, laten we eventjes overgaan naar het eerste topic. En dit gaat erover dat sinds gisteren eigenlijk de Featured Island Frenzy van start is gegaan. En wat houdt het in? Nou, op Creative heb je nu elke dag tot en met volgens mij de 22e een nieuw eiland van een creator. En dat kan een minigame zijn, dat kan een doolhof zijn of weet ik veel wat. Wat allemaal. Maar in ieder geval een eiland die iedereen kan spelen. En dat is wel heel erg nice. Op die manier kan iedereen dus misschien wel jouw creatie gewoon spelen. En dat is echt super chill natuurlijk. Dat is sinds gisteren van start gegaan. Dan gaan we over naar het volgende. En dit gaat over de Fallen Love Ranger. We hebben meer informatie. Dit wordt een pack die je moet kopen voor waarschijnlijk zo'n 20 euro. Wat krijg je hierbij? Nou, je krijgt 2000 V-Bucks erbij. Dat is wel heel erg nice natuurlijk. In principe heb je dan je geld weer terug. Je krijgt natuurlijk ook de Fallen Love Ranger skin. Je krijgt natuurlijk ook de Backbling. En dat was het eigenlijk wel. Een hele vette skin natuurlijk. En damn, ik kan niet wachten totdat deze te koop is. Want ik ga hem sowieso kopen. Ik vind het echt een brute skin. Al helemaal natuurlijk die Backbling. Dan gaan we eventjes over naar het volgende. Dit was een best wel groot probleempje gisteren. Namelijk, ik en nog wat anderen probeerden squads te joinen. Maar dat ging wel moeizaam. Echt de hele avond lang hebben we het geprobeerd. Maar het lukte maar niet. We konden gewoon geen squads joinen. En ik vroeg me af, hebben meer van jullie hier last van gehad? Want ik vroeg het op Twitter. De ene had het wel, de ander had het niet. Was het dan alleen met duo's of met squads of weet ik veel wat? Laat het eventjes achter in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Laten we overgaan naar het volgende. Dit is gelijk het grootste topic van de hele video. En misschien wel van het hele seizoen. Namelijk, de map is weer veranderd. We hebben nu namelijk een aardbeving gekregen in de map. En die ziet er zo uit. What the fuck? Gewoon een gigantische crack in de grond. En jongens, het is begonnen. Het lead-up event naar seizoen 8. En zoals je hier ziet, dit is gewoon de eerste crack die we hebben gekregen. En er gaan er nog vele volgen. Deze crack is vlakbij, volgens mij, Tomato Temple te vinden. En damn, het ziet er echt gruwelijk uit. Maar jongens, er is meer informatie over deze cracks en waar dat waarschijnlijk gaat plaatsvinden. Kijk maar eens naar dit plaatje. Fortori heeft dit geleakt en dit is een gigantisch goede leak, moet ik zeggen. Het gebouw wat nu in Tilda Towers weer helemaal is gemaakt, gaat waarschijnlijk weer
kapot. Het gebouw is nu al meerdere keren kapot gegaan. 1 keer door de meteoriet, 1 keer door de cube. En nu gaat die waarschijnlijk kapot door een aardbeving. Tenminste, het is te zien in de files. Het heeft precies dezelfde naam en het ziet er helemaal kapot uit. Dus dat is wat er waarschijnlijk gaat gebeuren. Er komt een gigantische aardbeving in Tilde Towers. Dus het ziet er niet echt goed uit voor Tilde Towers, jammer genoeg. Dat is niet het enige wat hij heeft gevonden. Hij heeft ook nog gevonden een brug, volgens mij vlak bij Lazy Links, als ik het goed heb. Zeg maar tussen Lazy Links en Tomato Temple, daar heb je een brug, zeg maar, over het water. Nou, die brug gaat waarschijnlijk helemaal kapot. Ook door een aardbeving waarschijnlijk. Maar hey, niks is zeker. Het is in ieder geval in de files gevonden. Het zijn nieuwe files, dus oké, niet helemaal zeker, maar vrij zeker dat dit dus gaat gebeuren. Holy damn, ik kan niet wachten, man. Die aardbevingen, dat gebeurt dus random. Dat gebeurt eens per dag of 2 keer per dag. Kan ook zo zijn dat het later gewoon vaker gebeurt natuurlijk. Het kan ook compleet random zijn. Ik heb geen idee, omdat er nog maar 1 is gebeurd op het moment dat ik de video opneem. Maar ja, we moeten het sowieso in de gaten houden. Dat is sowieso heel erg belangrijk om te doen. Gaan we over naar alweer het allerlaatste. Dit is alweer het laatste. Holy damn, echt heel weinig nieuwtjes, maar ik ben er misschien ook wel heel erg snel doorheen gegaan. Maar in ieder geval, dit is wel een heel erg nice iets. Namelijk, iedereen is het een beetje vergeten, maar het is vandaag natuurlijk 15 februari. En 15 februari, dan begint de Double XP. Double XP weekend moet ik zeggen. Als je nu een potje joint en je ontvangt XP, dan wordt die gewoon verdubbeld. En dat is natuurlijk heel erg nice. Dat is vanaf 15 tot en met 17 februari. En nee, dat is niet de enige week. Namelijk de 22e tot en met de 24e. Dan hebben we ook een Double XP weekend. En ik denk dat heel erg veel mensen dit nodig hebben. Voornamelijk voor bepaalde dingen die ze willen unlocken. Alhoewel, heel veel dingen worden ook gewoon meegenomen naar het volgende seizoen. Dus no stress. Maar in ieder geval nice dat ze nu een Double XP weekend hebben toegevoegd. Want ik denk dat ze ook hebben gezien dat heel veel spelers struggelen met bepaalde challenges te unlocken. Omdat ze misschien niet genoeg spelen. Omdat iedereen Apex speelt. Nee, dat is een grapje. Dat is een grapje. Fortnite wint nog steeds, jongens. Rustig maar. Maar ik weet niet. Ze hebben dat gewoon random toegevoegd. Waarschijnlijk hebben we dit ook eerder gezien in vorige seizoen. Ik kan het me niet helemaal meer goed herinneren. Maar nogmaals, nice dat ze dit hebben gedaan. Ja, jongens. Dit was het in principe alweer. Ik heb best wel wat nieuwtjes opgenoemd. Interessante nieuwtjes. Maar toch redelijk snel doorheen gegaan. Ik hoop alsnog dat je de video super tof vond. Laat dan natuurlijk eventjes een duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. We gaan voor die 3000. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En wat je natuurlijk kan doen is ons supporter creator code te veel gevraagd in de item shop gebruiken. Dan kun je iets winnen uit de TVG Pass. Zou natuurlijk super nice zijn. Morgen geven wij namelijk de Freeze Bundle weg. Daarna de Funko Pop. En daarna nog meer prijzen. Dus hou ons kanaal in de gaten. Dan komt het helemaal goed. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.